Goedemiddag. Hoi. Hoi. Wie ben jij? Ik ben Cor. Oké, we zijn hier voor de rechtszaak tegen Sandra. Ja, klopt ja. Wat is er precies gebeurd? We hebben een actie gehad bij Shell in Den Haag. En daar zijn wij gearresteerd. En Sandra die heeft ten eerste het langst vastgezeten van ons allemaal. Ik geloof meer dan 50 uur. En de reden was, zou zijn dat zij de trap van Shell vervuild heeft met olie. Oké, wat is er nog meer gebeurd die dag? Wat is die dag? Nou, we zijn dus vrij hardhandig aangepakt. We wilden dus de trap bezetten en tegen de deuren aan gaan zitten. En de politie die stond ons op te wachten en die heeft geprobeerd ons hardhandig te verwijderen. Erg hardhandig. Er werd flink geslagen, geschopt en knieën gegeven. Maar goed, op een gegeven moment zijn de mensen hebben toch hun posities in kunnen nemen. De politie gaf daar den duur wel aan toe, omdat ze eigenlijk ook niet anders konden. Toen later kwamen de arrestatiebusjes. En toen zijn we op de duur weggehaald. Dat ging ook in sommige gevallen best wel hardhandig, terwijl wij eigenlijk alleen maar vreedzaam zijn geweest. En Sandra die was duidelijk aanwezig. En ik denk dat ze ook een beetje dachten dat ze daar een leidinggevende persoon hadden. En daarnaast natuurlijk degene die de substantie, wat afbreekbaar en veilig was, heeft gestort over de trappen. De schoonmaakploegen die stonden klaar. Ik zat zelf in een van de auto's waar de bezems en schoonmaakspullen in lagen. Alleen die mensen zijn ook gearresteerd, dus het is niet schoongemaakt. En dat is waarschijnlijk ook de aanklacht die ze nu krijgen. Ik zie je staan met een paraplu. Ja. Die er ook uitziet als een... Als een samurai zwaard. Ja. Nou, dat is gewoon een grapje natuurlijk. En het regende. Dus nee, maar ik ben niet... Ik heb geen gewelddadige gevoelens, om het zo te zeggen. Maar je hebt wel een achtergrond in de vechtsport, had ik begrepen. Ja, ik heb 35 jaar taekwondo beoefend. En ik heb 12 jaar school gehad. En succesvol. Ik ben zelf meerdere keren Nederlands kampioen geweest. Internationale toernooien gedaan. 9 jaar het nationaal team gezeten. Dus best wel vrij intiem met vechtsport bezig geweest. Ook zelfverdediging, weerbereid op scholen, bedrijven. Zelfs de politie nog lesgegeven. Okay. Hallo politie. Ja. En dus ik weet een beetje iets van geweld af en hoe het wel en niet moet. Ja. Dus goed, ja. En dat is nu soms handig, maar Wat vond je van het politieoptreden die dag? Buitenproportioneel. Ja. En niet omdat het toevallig mijn mederebels waren, maar gewoon gezien vanuit mijn ervaringen, sloeg helemaal nergens op. Het sloeg echt nergens op. Meisjes die op de grond gegooid werden en geslagen met de wapenstok en geschopt werden, dat sloeg nergens op. Hoe hadden ze het wel moeten aanpakken volgens jou? Als ze gewoon hadden blijven staan en ons ding hadden laten doen en ons later hadden weggesleept, wat prima is, dan had het prima geweest, weet je. We waren niet van plan om dingen kapot te maken of wat dan ook. Dus ik snap de hele ophef van het geweld van de politie niet begrepen. Wat zou je mee willen geven vanuit jouw achtergrond als sportleraar? Wat ik vraag aan de politie, dat ze meer begrip tonen voor wat we aan het doen zijn. Want we doen het niet tegen iemand, we doen het voor de aarde, voor het klimaat. We doen het ook voor die agenten die een gezin hebben en die kinderen hebben. En we zijn niet gewelddadig. En eigenlijk zouden ze aan onze kant moeten staan en ons moeten beschermen tegen de regering die er zo'n bende van maakt. In plaats van dat ze ons zo snoeihard aanpakken. Want dat is gewoon niet nodig. Het is zinloos in feite.
zinloos geweld. Ja. Dat is het in feite wat ze... En ik kan me voorstellen dat ze misschien een beetje zich gepasseerd voelden. Hè. Op het moment dat we met z'n allen natuurlijk onze stelling innamen, konden ze eigenlijk niks doen. En dat voelde misschien vervelend en slecht voor het ego misschien. Maar hey, let it go, weet je wel. Dit is het spel. En is prima, weet je wel. En we zijn ook niet bang voor die klappen, want het maakt ons alleen maar strijdbaarder. Maar ja, liever niet. En zeker niet mensen die zich al helemaal niet kunnen verweren. Ja. Zo de rechtszaak, staan daar voor de rest nog dingen binnenkort op het programma? Ja, verschillende dingen. En we hebben van de week het boekenbal gehad. En dan hebben we met de Red Rebels een statement gemaakt tijdens het boekenbal. Dat was echt geweldig. En we hebben natuurlijk zondag Discobedians. En dat is dansen in de jaren 70. En dat wordt een groot feest. En daar richten we ons op. En dan 13 april de Lente Rebellie. Ja. Hartstikke leuk, zin in. Dus er komt heel veel aan. Echt heel veel. En de Lente Rebellie, waar is die? In Den Haag. Oh, dus de home ground. Ja. Ja. Dus dat wordt heel leuk. De eerste dag is echt een grote mars. Kan iedereen er meedoen. Kinderen, iedereen, opa, oma. En het wordt heel leuk. Heel gezellig. En warm. En ook weer toch wel weer een beetje een statement afgeven. Dus helemaal goed. Oké, hartstikke bedankt. Ja. En succes met de rechtszaak en wat verder we hebben. Ja, we duimen voor Sandra. Ja, dankjewel. Oké, ja.